Op de boerderij van familie van Woudenberg in Breukelen komen 243 zonnepanelen te liggen, speciaal voor de bewoners van Stichtse Vecht. Het project met de naam Polder Nijenrode is het eerste project van het lokaal duurzaam energiebedrijf 2030.nu. Wij zijn gestart met de energiecoöperatie, waar dus mensen lid van kunnen worden. Omdat we met z'n allen voor een enorme opgave staan om energie neutraal te gaan worden. En dat moeten we niet laten gebeuren. Dan moeten we zelf sturing aan geven. Dan moeten we zelf aan het roer staan. En daarom hebben we een coöperatie opgezet waar mensen lid van worden. Om samen die energietransitie voor elkaar te gaan krijgen. Het project Polder Nijenrode behelst de komst van meer dan 200 zonnepanelen op het dak van de boer. Ja, er komen ruim 230 panelen komen er op het dak. Die panelen die zijn dan niet van de boer, maar die zijn een eigendom van de mensen die in die panelen investeren. Dus samen leggen de mensen geld in voor die 230 panelen. En die panelen blijven van de mensen omdat er een opstalrecht wordt gevestigd. Ze wordt gescheiden, zeg maar, het eigendom van de boer en de panelen worden zo gescheiden. En mensen krijgen daar opbrengsten uit en een fiscaal voordeel. Meedoen aan het project leidt tot voordelen voor de deelnemers. Ja, het fiscale voordeel is dat de energiebelasting voor de hoeveelheid opbrengst, energieopbrengst, die wordt naar nul teruggebracht. Dus als je een energierekening hebt, dan ga je straks een deel van die energierekening wordt vervangen door die panelen. Hè, dat zijn zoveel kilowatturen, zoveel stroom. En voor die stroom hoef je dan geen energiebelasting meer af te dragen. En dat is voor de overheid voor 15 jaar gegarandeerd. Naast het financiële voordeel lever je als deelnemer ook een bijdrage aan een duurzame wereld. Ja, je hebt eigenlijk twee soorten voordelen. Eén is dat je daarmee meedoet om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Om op langere termijn ervoor te zorgen dat we duurzamer worden en dat de temperatuur niet heel erg oploopt in de wereld. En je krijgt er ook gewoon feitelijk zelf een voordeel uit, omdat je daar een zonnepaneel zeg maar, voor jezelf hebt dat op het dak van de boer ligt. Als het aan het lokaal duurzaam energiebedrijf ligt, is het eerste project zeker niet het laatste. We hebben heel veel van dit soort projecten nodig, want het is een hele grote opgave waar we met z'n allen voor staan. Dus we hebben ook al wat mogelijke panden nog op een lijstje staan, maar we vragen eigenlijk iedereen die een geschikt dak heeft en die vanwege deze maatschappelijke opgave die we hebben mee wil werken, om zich te melden bij ons. Het moet wel een groot genoeg dak zijn. En dan kunnen wij kijken of we daar ook zo'n project zouden kunnen realiseren, zodat we ook andere mensen in de gemeente kunnen laten meedoen en mee profiteren. ...2030.nu, daar staat dit allemaal nog veel meer, veel beter, uitgebreider beschreven. En lees dat ook even goed door, dat je weet waar je aan begint. En doe op die manier mee. Je kunt je ook aanmelden door een mail te sturen naar het e-mailadres aanmelden@2030.nu. Want 2030.nu, dat is de naam van de coöperatie. En wij willen met z'n allen in 2030 energie neutraal zijn. En dat moeten we samen doen en moeten daarvoor nu actie ondernemen.